dank u. Nee. Nee, nee, kom, kom. Hier, kom. Nee. Kom hier. Nee. Hé, hey, Tutola. Nee hoor, Rutin. Kom dan. Hey. Blij ei. Hé. Hey. Blij ei. Kijk eens. Kom eens hier. Kom eens hier. Hey. Hé. Hey. Koek, koek. Ben hier. Lekker. Hey. Kijk eens papa, waar is papa? Ja, hey. Gaan liggen, slapen, gaan liggen, kijk dan, rennen, rennen, rennen. Rof. Dit is lofvlieggedrag, geweldig. Nou, zij vindt het ook wel even lekker hoor, dat haar hond eventjes... Maar ze staat erop, ja, jammer. Een lofvlieggedrag hoor, dit. Liggen. Oh, 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 oh. Hi. Hi, kind. Jij, je bent mooi. Jij hebt, ja, en je hebt een heel ander gedrag. Lofvlieggedrag. Bordercolliegedrag. Wat denk je? Hi. Kijk eens, kom eens hier, kijk eens. Lady, ga zitten. Ga zitten. Ga zitten. Zitten. Blijf. Blijf. Zo, mag je hier ook plassen, ja of nee? Oh, in de middel of nowhere, plassen. Ah, ah, ah. Ik hoor het hoor, straaltje lopen. Nee, en dan dacht ik al, scheelt weer. Hè? Huh? Nee. We zijn alweer bijna bij de auto. Ja. Hé? Ga je mee? Kom maar. Ja, kom maar meisje. Hé mee? Waar? Oh, die is daar. Ga ik even aan deze kant lopen. Hé meisje. Hé, kom maar. Hé meisje. Ja. Zeg maar, ik voel me niet helemaal lekker. Nee. Dat is logisch. Daar staat mijn mannetje. Daar staat die andere. Gaan jullie mee? Jij. Nou, ik vind het heel goed en dat je het zo goed doet hoor, meisje. Ja. Dan ga jij ook zo meteen heel goed weer opknappen. Oh yes, we do. De eerste 2 weken mag jij niet en niet in het water. Geen zin. Nee. Hé, meisje. Jij. Ik vind jou braaf hoor. En haar ook, ja. Ga je mee? Kom maar, meisje. Ja. Nee, wacht even. Wacht even. Nee. Nog niet echt in huis willen lopen, dus dan maar daarvoor een drinkbak daar. Ze heeft net de medicijnen gehad, dus ja.
heeft deze week een beetje lekker makkelijk doen, hè, schat? Doet hem nog een beetje ouwe, hè? Het is net toch één, hè? Ja. Lekker, hè? Lekker, hè, eten? Is je lekker? Lekker, hè, schat? Was lekker aan het drinken, meisje? Was lekker aan het drinken, dan? Keurig hoor, wijfie. Je knapt alleen maar weer beter op, hè, zo, hè? Ja, yeah. Je bent braaf. Knap voor jou. Is dat zo? Ga jij nu ook praten dan? Oh ja? Is dat zo, lady? Hé, hey. Koekoek. Hé. Hey. Lady, is dat zo? Ja, wat? Hé. Hey. Dik op. Ja, dus? Ja, dus? Vertel dan. Hé, hey, dik op. Hé. Hey. Dikkie. Dik op. Dikkie. Is dat zo? Oh, is dat zo? Oh. Is dat zo? Sinds wanneer? Hey, dikkop. Lady dikkop. Ja, lekker die reet van je. Ja, ja. Hé, hey, dik op. Ja, ja. Is dat zo? Vertel. Is dat zo? Die spoor ik echt niet, hoor. Hé, hey, dik op. Lady. Lady, kijk eens. Je bent een dikke kop. Nee, ben je uitgepraat? Oké. Okay.
Lovely. Oh, 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 oh. Doe maar niet. Is goed, hè. Zit je vol, meisje. Is goed, hoor. Al die blije mensen omheen, al die blije kinderen, ja, al die blije mensen die ook bij PostNL werken. En iedere dag weer voor zorgen dat die pakketjes voor ons op de juiste plek aankomen. Mensen die het hier regelen in het gebouw, maar ook ergens bij al die bedrijven waar ze al die pakketjes op lopen te wandelen. En ik kan hier ook voor zorgen, papa's en mama's, dat het nog steeds drukker gaat worden hoor, deze week. Je bent er nog niet vanaf. Al die pakketten, dat komt een hele stroom aan. Dat zijn ook al mijn tantes en opa's ook. Ja, ook. Natuurlijk geld voor iedereen, hè? Eigenlijk verdienen ze wel een keihard applaus te hebben. Ja, ze willen wel een applaus voor PostNL. PostNL gaat de hele reis voor jou. Wat wil je? Ja, ja. Ja, ik heb zelf als Sinterklaas een beetje een probleem gehad toen op de boot met de pieten, want we hadden toen de cadeautjes verkeerd ingepakt. Ja, en dat was natuurlijk even een foutje, maar dat hebben we hersteld gelukkig. Dus iedereen krijgt zijn eigen cadeau. Ja? Dus daar hoef je niet zenuwachtig over te maken. En 6 december iets binnen te gaan. Zo is dat. Zo, de blond. Piet heeft het ook maar druk, hè? Jongen, 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 kijk eens. Ja, ja. Ja, ja. Kijk eens even. Wat ga je maken? Wat ga je maken nu, Piet? Een? Zwaard. Een zwaard. Wat voor zwaard? Nou, dat ga ik gewoon dit aan geven. Hoi hoi. Hoi hoi, hallo. Ja, ja. We staan hier aan deze kant. Hallo. Hoi hoi. Geef maar je vinger hoor. Geef mijn vinger. Nee dan. Ja, ik heb het nog klaar, mooi, hè? Goed doen. Ja, doe maar even een boek. Hoi, schoen zo. Ja, doe je wel wat bij. Zo. Nou, hè, hè. Zijn we dan? Ja, dan zijn we toch hier om gezellig een feest met elkaar te vieren. We gaan zo meteen zingen en we gaan dansen. En jullie mogen zo meteen gaan knutselen. Sommigen hebben het al gedaan, jullie hebben hele mooie dingen gemaakt. Dus we maken er gewoon een hele gezellige middag van. En ja, iedereen werkt uitstekend mee. Gezellige sfeer. We hebben hier ook een Polaroid Piet. Die gaat ook foto's maken. Oude, ja, het is geen ouderwetse. Nee, het is ja, ook een vrij modern ook, hè? Een moderne camera. De foto komt er meteen uit. En Piet, hoeveel foto's kan je maken nu vandaag? Een stuk of 40? Ja. Oké. Ja, en dan zijn ze op. Dus we proberen toch zo meteen weer een Polaroid ronde te doen. En dan doen we daarna nog even een dansje. En nog even het Pieter-diploma. We hebben een heel programma vandaag.
Ja, dus hou je maar vast. We gaan even kijken. De kindertjes die iets gemaakt hebben voor Sinterklaas. Dat een mooie tekening al. Die krijgen nu de gelegenheid om even iets te geven. Ja. Jij had al een mooie, je had iets moois gemaakt hoor. Ja, Peter. Ja, dat heb ik ook gedaan, man. Ja? Wat, je wel een foto maken al? Echt, hè? Ja? Moet je het cheese roepen? Nou, dit heeft ze gemist. Nee, die is wel voorzichtig. Voorzichtig met, want ze weet het al. Oude Loffie is terug. Woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. 4 dagen na haar operatie. Toch? Ja, ik ben gelijk even aan het vloggen. En de achterkant, en dan is het op de vlog weer terug te zien. En dat we dus die kant op gaan rijden. Achteruit dus. Is leuk. Ja, valt het een beetje? Vloggen? Ja, is leuk joh. En 11 december, en dan gaan we ook nog trouwen. Dus en dan wordt ook nog gevloggen door meerdere vloggers. Ben je al echt geabonneerd of niet? Nee! Ik moet hier zoveel dingen voor mijn geven gezegd. Ja, maar dat is leuk! YouTube, dat is leuk! Ik ga een keertje kijken, dat is wel leuk. Ik heb het wel de eerste keer voorbij gekomen, dat is leuk. Ben je dan een beetje gegaan? Want anders ga ik naar beneden filmen, dat is prima. Ja. Je is ook gewoon vastgevuld. Ja, ook. En ik ben ook niet zo heel duur. Dus dat scheelt alweer. Alleen mijn naam is een beetje te grabbelen en gehoord dat ik iemand uit de wijk. Dat geeft niet. Oh, en je blijft nog even staan, oké. Okay. Maar dit is zo meteen te zien ergens op en op YouTube hoor, maar niet gelijk. Maar... Okay. En dan juist achter tevoren. Dus dat je van die kant op rijden. Ja. Dat klopt het helemaal niet meer. En dan zie je. Hè?
Mijn kanaal, schat. Nou, ik maak wel reclame hoor, schat. Moet even opstaan. Dit is gewoon als je mijn naam intypt. Karin van der Werf. Karin met de C. Dan kun je mij vinden. En dan 11 december en dan wordt er ook meer gevlogd en nog meerdere vloggers. En dan ga ik trouwen. 11 december. Dus dan ga ik trouwen met mijn aanstaande. Dat wordt dus ook gevlogd door de Hummeltjes en alles. Dus. En dat is een familievlogger. Dat is leuk. Abonneren, hè? Ja, zeker. En mijn moeder die vlogt ook, dus die kun je ook weer vinden in op mijn kanaal. Ik zie iedereen wel achteruit lopen. Hé, schat? Straks en dan zie je iedereen weer achteruit lopen. Hierna moeten we eruit, hè, schat? Bij het slagen, ja. Ergens iets na 11 december en dan komt de bruiloft vlog online. Dus ja, dat en dat wordt ook gewoon gefilmd zelf door meerdere kanalen. Schat, gaan we eruit? Ja, we gaan eruit. Ja, eerst? Ja, tuurlijk. Moet wel even weer kijken dat, en dat we dus achteruit instappen ook. Hè? Dat hij ook wegrijdt. Ja, had ik al gedaan. Schild weer. Ja. Kijk, ga ik juist een beetje dik wat op filmen. Is leuk, is handig. Doorgaan. Alleen Hubert 10 en die doe ik er niet op. Of heb je er geen... Nee, hè? Dacht ik al. Ja. Heb je een test gehad van hoe je gaat worden? Nee, nog niet. Nee, nog niet. Nou, dit is dus de receptieruimte. Dit... Lekker warm hier ook. Dit gaat dus allemaal weg. Zo. Ja, de lift die doet het weer, dat is mooi. Mooi. Ja. Wil je nog een. Welke zijn te koop eigenlijk? Of niks? Alles te koop of niet? Ja. Alles. Oké. Maar deze is leuk. Die ga ik wel even opzetten. Onze meesters zijn al afgezien van alles onder de punt. Maar... Hij is wel mooi. Dat is nou jammer. Ik wil die nou juist hebben voor boven mijn bank. Ja, aan de kant, maar het is dus Van Gogh en Rembrandt. En de witte, ja, klopt. Ja. En dan hier beneden zit Scheveningen en dan de haring eten van Scheveningen. Ah, okay. Dat is heel mooi gemaakt. Nee, ik denk dat mijn dochter geen trek wordt als ik het doe. Ja. Gaan we eens naar de trap. Je mag Hubertine volgen, want dat is hier al de baas eigenlijk. Nou ja, de baas, toch? Ja. Nou, dit is de trap en daar hebben we de lift, maar daar komen we zo meteen wel uit. Stel jij eens even voor, Anouk. Wel handig, hè?
Mm-hmm. Trappetje nummer 2. Mooie. Ja, kom eraan. Ja. Zo. Ontvangstcomité. Halletje. Ja. Eetruimte en de feestzaal, ja. Lekker warm hier. En mijn moeder dan, die zegt met een thee... Ja, je moeder wou een theeopstelling, maar ik zei nee, het is een u-opstelling zitten dan. Zeg maar één tafel waar jullie dan zitten. Ja. En dan zou er eventueel zo nog een tafel naast kunnen. Om voor de wederzijdse ouders. En dan zo een rij... Ja, het zou in principe kunnen, maar mijn ouders kan ik niet. Oké, ja. Dus dit is dan de feestlocatie en etenruimte. En eigenlijk hoort het bruidsmeisje ook bij jullie in de buurt te zitten. Hi. Hoe gaat het en de ceremonievrouw? Druk. Ik loop mezelf erbij. Moet je niet doen. Dus, nee, dat zeg ik, want daar heb je de tram. Tik erop. Nou, en dan de keuken ook, hè? We ook ter onze beschikking. Loop jij voor dan? Ik loop voor. Dan ken ik achter jullie aan. Nee, dan zeg ik, als ik weet hoeveel mensen daar exact mee eten, dan ik... Iets van 36 of zo? Ja, eventueel. Je hebt erbij, schrijft een lijstje aan mij van wie niet en wel naast elkaar kunnen zitten, dan probeer ik wel wat te pushen. Ja, dat is toch prima. Nou, hier kunnen ook spelletjes voor, hè, en voor de kinderen als ze er zijn. Ja. Toilet, dat zit inderdaad hier. Toilet. Toilet zit hier. Okay. Dan hebben we daarachter ook nog toiletten. Nou, de hele gang. Deze kamers hebben we dus niet tot onze beschikking. Dit zijn gewoon kantoorruimtes. Als het op slot is, dan kan het geen kwaad. Ja, dat weten we dus niet. Ja, tuurlijk. Maar niet open doen. Is moeilijk. Dat wel. Nou, hebben we daar nog een herenwc en een dameswc? Oké. Ja, dat kan je het even zo. Dit is de keuken. Oké. Want catering doen we allemaal zo? Ja. En er zijn nog twee mensen die ons helpen met dat. En dat zijn twee gastvrouwen. Nou, dit is dus inderdaad de keuken. Met vaatwasser. Ja, precies. Nou, dat dit is dus in principe gelijk in de zaal komen waar het feestgedruis... Ja, maar wel even handig, weet je. Verlicht. Ja, misschien is het ook wel leuk als hij in de receptie, tijdens de receptie ook wat muziek draait. Ja, even licht. Maar ja, moet het daar wel geplaatst voor zijn. Leuke muur. Ha! Hey. Wat? Dus dit is ook voor de voorbereidingen, et cetera. Okay. Als je dus iets gaat maken of wat dan ook. Nou, dan heb je daar dus het winkelcentrum. Jo. En dan mogen we deze ook nog op die dag gebruiken. Okay. En dus ook de koelkast mogen we ook gebruiken. Ja. Mm-hmm. Dus die mogen we gebruiken. Okay. Dus dit is onze feestgedeelte helemaal. Ja, feestgedeelte. Ik ga er even daar naartoe. Maar de eetzaal is dus ook de feestzaal. Ja. Dus na het eten zorgt dat heel snel de tafel zal zijn. Yep. Oké, dan zeg ik gewoon van alle mannen eventjes de arm uit de mouwen steken. Even de tafels aan de kant en de stoelen aan de kant. Yep. En als we nou zien, dan doen we eerst de tafels aan de kant en dan de stoelen daar tegenaan. Want mochten de mensen willen zitten, kunnen ze ook nog zitten. Yep. En dan hebben we hier al dus de lift. Ja, dat ga ik nemen we lekker terug naar binnen. Heel klein, innie mini. Zo mini is die niet. Nou, hier ook kan denk ik net geen booster in. Hmm. Denk het net niet. Misschien net niet. Je bedoelt een scoopmobiel. Ja, alleen mama die komt toch niet met haar scoopmobiel.
Nou, dan kom je dus hier alweer uit, sorry. Oké. Okay. Ja. Dat ding maakt zo lekker groot lawaai. Heerlijk. Ja, heerlijk. Daar nu, dat ding maakt zo lawaai. Die is groter dan die. Jeetje. Nou, foto's te gemakken, echt. Nou gaat hij zometeen. Ja, wauw. Ja. Kak. Gaat dus nu ook weg. Zometeen. Wil je even mijn tas vasthouden alsjeblieft? We kunnen naar binnen. Misschien dat ik nog vanuit binnen filmpjes kan maken. Dan is het ook wat even iets warmer. Zo. Mag niet. Nou, mam. En andere mensen. Haha, ik zit. Dit is graag. Huh?
Alles is vastgemaakt. Met kit. Hey. Bovenventje stabilized. Oké, nou, ik mag eraf, denk ik. Ja, je mag eraf. Bedankt voor je hulp en tot. En de eerste Zeppelin gaat. Ja, is goed. Toen was het nog klein, Schiphol, 1916. Thank you.
Oké. Nou weet ik ook waar die Delfts blauwe huisjes vandaan komen. Tot, ja. Yeah! Wow! Kun je alleen dit vast zo vasthouden? Wachten. Wachten. Kom dan. Kom maar. Kom maar. Doe maar. Oh, Lofie, kom. Kom dan. Kom dan. Nee. De sneeuw is leuk, hè? Kom maar, meid. Ik heb een droge strop, man. Dat wil je niet weten. Ja, joh. Kom maar, ja! Doe maar, leid. Go, lady. Go, 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 go. Dit is leuk! Er is brand. Verlaat onmiddellijk de halte via de trappen.
Ik herhaal, verlaat onmiddellijk de halte via de trappen. Zo grappig. Attention, there is a fire. Immediately leave the tram stop via the stairs. I repeat, immediately leave the tram station via the stairs. Dan weten de meesten nu nog wel wie Connie Stubert was. Met alle respect. Henk van der Weijden, Richard Krajicek, Herman Krebbers. Hier en hier allemaal in het Haagse Hout voor het eerst zonder zijwieltjes leren fietsen. En daar vergeet ik nog een hele belangrijke. Dat is Vincent van Gogh. Vincent van Gogh heeft hier zijn penseel een hele andere kleur gegeven. Toen hij heel kortstondig met de Haagse prostituee Sien Hoornik samenwoonde aan de toenmalige Schenkweg. En als klap op de vuurpijl hadden we ook nog een hele beroemde wijkbewoner, dat was Johan de Wit. Johan de Wit woonde ooit in een hoekhuis aan de Rijnstraat. En waarschijnlijk was dat de voorbode voor het belangrijke landelijke politieke inbreng die Haagse Hout heeft. Want hier zijn namelijk ook vier belangrijke ministeries gevestigd. Het is een hele diverse wijk. De bol van diversiteit, bol van forensen, een overdosis aan bezoekers, heel veel mensen die hier werken. Dus ja, hoe mooi is het dan dat je aan het eind van het jaar nog even kennis kan maken met alle lieve mensen en alle actieve wijkbewoners die de Haagse Hout rijk is. Goed, dat gezegd hebbende, zit hier een hele trotse stadswethouder. En zo'n relatiebijeenkomst kan maar op één manier geopend worden, dat is het bijzondere. Laatste van het jaar. En daarom zijn we zo blij dat ze er is. Ze is haar keel al aan het schapen. Dames en heren, mag ik een heel groot applaus voor jullie eigen stadswethouder. Stadsdeelwethouder moet ik zeggen. Saskia Bruinis. Saskia, hallo. Nou, dit is een keer wel anders als ze niet te doorknippen, hè. We moeten nu samen praten. Moet jij ook praten? Als ik jij mag zeggen. Ja, dat mag, hè. Inmiddels hebben we al een band een beetje, hè. Ja. Goed, ik zou zeggen, ga je gang. Dankjewel, dankjewel. Nou, dames en heren, goedenavond. Wat leuk om hier te zijn, op deze prachtige plek in het WTC. Volgens mij zijn we hier al eerder geweest. Vorig jaar zat ik op een hele andere gelegenheid. En nu weer hier en hartelijk welkom allemaal namens het stadsbestuur, namens het Stadsmenschap Stadsdeelkantoor en namens mijzelf als jullie stadsdeelwethouder. We staan hier aan het eind van het seizoen. We proberen een beetje terug te kijken. En we proberen ook een heel klein beetje vooruit te kijken. En ik denk dat dat ook wel goed is. We hebben als stadsbestuur het afgelopen jaar, we hebben natuurlijk een nieuw college gekregen. Nieuw college met vier partijen. Groep De Mos als de grootste partij, van de VVD, D66 en GroenLinks. Breed college. En wij werken nu ruim een half jaar samen met elkaar. En ik moet zeggen dat dat eigenlijk heel erg goed gaat. Maar we hebben ook al een aantal grote besluiten genomen. En een van die besluiten is dat wij ook, dat moet ook van de provincie, dat moet ook van het Rijk, moeten gaan groeien als stad. Wij moeten heel veel nieuwe woningen bouwen. En met nieuwe woningen horen ook nieuwe banen en nieuwe werkgelegenheid. En wij hebben gezegd dat willen wij vooral laten plaatsvinden, niet door de hele stad verspreid heen, zodat je in elke buurt discussie krijgt over of er nog wel of niet op die hoek nog wel wat gebouwd kan worden, maar we hebben gezegd, wij willen een aantal gebieden aanwijzen waarin die groei zich moet manifesteren en zich kan manifesteren. En dat is rond de drie stations, het Central Innovation District noemen we dat dan, noem maar even met grote woorden, maar dat komt eigenlijk meer rond het Centraal Station, rond het station Laan van Oost-Indië en rond het station Holland Spoor zijn we van plan om daar ook echt flink te gaan verdichten en dat betekent ook de hoogte in. En zeker dit stadsdeel wat daar aan de grens van ligt,
krijgt daar mee te maken, heeft daar voor een deel ook al mee te maken, omdat er ook al het een en ander gebeurt. En dat betekent ook dat op onze grote verantwoordelijkheid ligt en een grote zorgplicht ligt om dat zorgvuldig en in goed overleg met jullie te laten plaatsvinden. Nou zullen we, het laatste woord nog niet over gesproken hebben, denk ik zo. Maar in ieder geval kunt u van mij op aan dat ik met de belangen van dit stadsdeel ook dat ook goed in de discussie zal inbrengen. Maar ik realiseer me ook dat we wel ook als stad een aantal stappen hierin in moeten gaan zetten. Dat betekent ook dat er andere delen van de stad ook wel een beetje met rust gelaten worden. En dat betekent ook in deze wijken zeggen, nou we gaan niet in Mariahoeve hele grote flats neerzetten. Dus het zal rond die stadsdelen, het zal in de zuidwesten een deel plaatsvinden rond de station. En we moeten dus ook zorgen dat de invloed daarvan op stadsdelen daaromheen op een goede, zorgvuldige manier plaatsvindt. Is alles altijd leeg en koud en naar? Daar komt ook niks aan. Ja, nou kun je het ook eens een keertje zien wat en wat jij doet bij een barlady. Ja nou, vrouw. Ja nou, oh doppie. Winkel. Dames, ruimte.
Oh, in die achterpoot bijten. Oh, 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 oh. Damesruimte. Zo. Ga ik toch wel weer even filmen, jongens, dames, bedoel ik. Die ligt erbij van, oké, het zal wel. Mam, help me. Nee, je zoekt het maar zelf uit, kind. Je zoekt het maar zelf uit. Groot gelijk, schat. Nou, ga je er ook weer mee bemoeien? Ja, toch wel. Mama heeft het er maar moeilijk mee, hè, kind? Met je twee dochters eigenlijk een soort van. Want je hebt haar gewoon geaccepteerd, hè? Geadopteerd eigenlijk. Ja, en geadopteerd. Nu. Nu op dit moment, ja. Lovely, laat dat. Laat. Zo. Ja, tegen Lady kun jij niet op. Hey! Goed zo. En weer door. Dan gaan we lekker doorspelen. Ja. Maar mag wel. Ga doorspelen dan. Gaan we spelen. Spelen. Ja. Doe maar, Lady. Is goed. Is keurig. Nee. Draag maar uit dan. Jij bent braaf. Is het ook warm voor hem te spelen, hè, dame? Ja. Want je speelt... Ga spelen dan. Ga spelen dan. Ga kijken. Hey. Ga kijken dan. Ga kijken, mijn Blue. Ga kijken, Blue. Kom dan. Ga spelen. Nee, ook niet? Nee. Bek, tong, buitenboord. Ja, ik nog liggen? Af. Lof, ga eens af. Zo. Af. Ga maar liggen. Oh, je gaat uitdagen, Lof. Speeltje krijgen. Nee, maar die pak ze voor haar. Nou, dan kan ik met haar spelen. Nou, wil ik even speeltijd. Nou, mijn zonne. Dominant zijn. Dat wil ik niet hebben. Dominant. Je mag onderdanig zijn. Maar niet dominant in mijn huis. De enigste en die dominant mag zijn en dat is Lady. Want dat is de oudste.
team mag dominant zijn. Ook niet altijd. Zij is de oudste. De oudste, die mag hier in dit huis dominant zijn. En de rest, die man moet onderdanig gaan worden. Klaar. Dat zijn mijn regels. Waar is je hartje dan? Waar is je hartje dan? Ga je naar mij kijken? Ga je hartje kijken dan? Ga je hartje spelen? Ga spelen dan, moet ik het afpakken. Ja, maar Emma, dan moet u ook niet naar kijken. Maar naar mij kijken, dat is de bedoeling. Ja. Nee, maar Emma, dat stuur ik u wel op. Ja, hier is het wel heel lief. Dank voor de hulp. Tuurlijk. Ik vlog ook en ik... Hartstikke goed. Ja, tuurlijk, man. Uw haar zit goed, hoor. Goed, hè? Jawel, hè? Kijk, hier zit het. Waar zit hij nou? Nou, volgens mij is het plaatje mooi. Maar ga ik even kijken hoe ik dit kan doen. Deze kant, ja. Wel aan. Mag je mij aankijken? Als volleerd blogster, toch? Ja, vlogster. Wat heb ik gegeven? Voor mijn kracht heb ik wel gekregen.
Ja, zo. Ja, zo. Wij zijn niet overbodig.